24 uur per dag nieuws. Politiek. Humor. De publieke omroep heeft veel meer zenders. Kies zelf wat je kijkt. Oké. Wat gaan we nu doen? Ik ga eens even kijken of de koppeling goed werkt. En? Nou, hij slipt nog niet, maar hij pakt hem wel heel hoog. Dus dat wil zeggen, ook dat is een teken van slijtage. Goeiedag. We gaan een tweedehands auto testen en dat doen we bij het ANWB keuringstation hier in Utrecht. Met de keurmeester Dick Schrijvers. Neem maar dus. ConsumentenTV is een servicegericht digitaal kanaal waar vragen worden beantwoord van mensen die problemen hebben met het een of het ander. En dat antwoord wordt gegeven door een deskundige. En in dit geval ging het dus over de aankoop van een tweedehands auto. Waar moet je dan als consument op letten? Waarom zijn consumentenprogramma's nodig? Omdat het belangrijk is dat je als consument weet hoe je je recht kan halen. Weet waar je moet zijn op het moment dat je problemen hebt. En daar helpen wij ze bij. En soms is het ook als consument ongelooflijk moeilijk om tegen grote bedrijven aan te schoppen. We hebben problemen gehad met de Xbox van Microsoft. Goed dat we terug bij Casa Via ConsumentenTV. In de reguliere uitzending spraken we over de problemen met de Xbox 360 spelcomputer. Ja, vertel eens even. Ik kreeg hem bij de kerst. En toen ging ik spelen die dag. En toen werd de achterkant heel heet. En het schijfje ook. Ja, nou, meneer De Lange, wat gaan we doen? En we hebben allerlei deskundigen erop losgelaten. En wat blijkt? Nee, het probleem zit gewoon in de apparatuur van Microsoft zelf. En dan gaan wij Microsoft aanklagen. En we krijgen het gedaan dat in ieder geval in Nederland bij problemen met Xboxen Microsoft enige hulp biedt. Als wij hier nog op terugkomen, komen jullie dan ook allemaal weer terug hier naartoe? Ja? Dank jullie wel allemaal. Zullen we even doen? Gaan we ja, van de weg even shaden? Gezellig. Oké. Dan komt die 5-4-3-2. Eén door. Dit is het consumentennieuws van donderdag 7 juni. Er komt een keurmerk voor rechtshulpverleners bij letselschade. In het consumentennieuws besteden we elke dag aandacht aan alles wat relevant is in de actualiteit voor consumenten. Automobilisten die na een ongeluk doorrijden of niet verzekerd zijn, hebben in 2006 bijna 60 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Maar het kunnen ook hele andere dingen zijn. Een tijdje geleden had ik het nieuws over McDonald's. De bekers van het McFlurry-ijs van McDonald's blijken erg populair onder egels. De beestjes zijn namelijk dol op de restjes in de rondslingerende bekers. Er is een probleem. De egels blijven namelijk met hun kop klem zitten in de opening. McDonald's past nou de opening aan. Ze gaan die deksels aanpassen. Dat is zeg maar de hele breedte van de onderwerpen waar we aandacht aan besteden. En dan tot slot nog het nieuws uit de kranten. Het AD meldt dat de meeste verkeersongelukken in juni voorkomen. Bijna alle themakanalen behandelen één onderwerp of één doelgroep of één genre. Wat betekent dat als je geïnteresseerd bent bijvoorbeeld in consumenteninformatie, dat je weet dat daar altijd iets van je garing te halen is. Dit is Kassa 3 met deze week. Hoe goed word je geholpen door winkelpersoneel? Wat voor soort handmatige er? Wat het kanaal bijzonder maakt is dat er zowel een hoop herhalingen zijn te zien van programma's die eerder op publieke omroep te zien zijn geweest die met consumentenzaken te maken hebben. Daarnaast zijn er eigen programma's. Consumentennieuws is daar een voorbeeld van en ook vraag en beantwoord. Sneurkt u, meneer Van Hoof? Ja, dat kun je wel zeggen. Daarom heb ik ook gereageerd op de uitzending. En wat daar vooral bijzonder aan is, is dat je de tijd hebt om een half uur lang over één specifiek onderwerp de diepte in te gaan met een expert. Bent u het type van afdingen op die auto bijvoorbeeld? Om maar zo te noemen. Een afdingen kan altijd. Ja? En accessoires extra vragen kan of iets dergelijks. Ik denk dat ik me weinig laat bedonderen en op het moment dat ik denk, nou dit deugt niet, dan bel ik op. Eerst onder de naam Jansen. En dan test ik zo hun klantvriendelijkheid. En als ze dan echt beginnen te zeuren en te zaniken en zeggen, meneer, u hebt ongelijk en het product moet werken en u hebt er geen verstand van, dan ga ik na verloop van tijd bellen onder de naam Meurders. Meestal wordt de reactie iets anders. Kijk naar ConsumentenTV. Je bent nooit te oud om te leren. Kies zelf wat je kijkt. Nederland 4. Meer weten,